Ja, dat is een van mijn favorieten, ja. Ja. Ja, en met een hele bijzondere lading, want dit is zijn laatste officiële studiofoto geweest. Ja. En dat was jij. Ja, nou, je moet je voorstellen dat je op een gegeven moment altijd als een muzikant vraagt, joh, pak even een gitaar erbij, dat is leuk. En hij zat zo lekker een beetje te componeren, nieuwe riedeltjes te doen. Dus dat mooi, als een muzikant een instrument geeft, gaan ze automatisch altijd erop pielen. En hij was zo lekker met zijn ogen dicht, zo'n beetje aan het spelen. En toen, ik drukte af en ik liet die foto aan hem zien. Toen zei hij, oh, die is prachtig. Hij zei, weet je hoe je die moet noemen? Ik doe de dingen die ik doe met mijn ogen dicht. Ja, en als oud-doe-maar-fan wist hij natuurlijk meteen waar hij het over had. Dus ja, die naam, hij heeft hem ook zelf nog de naam gegeven, de foto. Dat maakt hem natuurlijk extra bijzonder. Maar het was een allerlaatste geposeerde foto. Ja, ja. Toen overleed hij. Hoe speciaal is dan zo'n foto? Nou ja, voor mij heel speciaal, want ik was een hele grote Doe Maar-fan. Mijn eerste concert dat ik fotografeerde was ook Doe Maar. Dus ik heb heel veel met Henny. En Henny was ook wel echt mijn idool. Is die ook altijd gebleven, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben ook naar alle try-out concerten en alles geweest. En als kind heel veel geweest. Dus ik heb ze heel vaak vastgelegd en op de bühne. En het leuke is, ik heb ook hun allerlaatste groepsfoto mogen maken. En die hangt er dan weer tegenover hier. Dus ik heb heel veel met Doe Maar, ja. Maar dan is dit denk ik wel heel bijzonder, dan dat het cirkeltje rond is. Ja, absoluut. Ja, het maakt echt een cirkeltje rond. Ja, al had ik liever gehad dat hij nog even 25 jaar had geleefd, moet ik eerlijk zeggen. Want er is ons een hoop moois ontnomen op muziekgebied. Maar ja, het is wel een heel bijzonder beeld. Wat zie jij als je deze foto ziet? Want ik zie natuurlijk dat hij prachtig is. Ik zie elk neushaartje. Ik zie zijn oude verweerde handen de gitaren bespelen. Ik zie concentratie. Ik zie overgave. Maar wat zie jij? Ik zie een man die ontzettend houdt van zijn vak. Hij was zo met muziek verenigd en zo met die gitaar en met zijn bas en met de teksten. En ik zie gewoon een muzikant die 100% helemaal in zijn element zit. Want dat zit hij hier, volledig in zijn element. Echt prachtig. Nou, je zei het al, je hebt hier een foto hangen, de laatste groepsfoto. Ja. Die zullen we ook eventjes laten zien. Zullen we heel even naar kijken ook? Want dit was de eerste groepsfoto van je collega Kees de Bak. Ja, en Kees was even mijn grote idole als jonge man. Dus ik vind het helemaal te gek dat ik nu onder Kees mag gaan. Ik zou je nog sterker vertellen, ik keek vroeger naar Countdown. En dan zag ik op een gegeven moment Kees was Bananarama aan het fotograferen. En dus had hij zo'n mooi doek. En ik dacht, wauw, dat wil ik ook. En ik heb heel veel dingen daarvan gepikt van hem. Ja. Dat zien we dan weer terug in deze foto, de laatste bandfoto. Dat doek zie ik bijvoorbeeld wel weer terug. Want Kees had zo'n soort doek, maar dan meer gevlekt en zo. Dus ik heb heel veel dingen van hem meegenomen van vroeger. Dus een hele grote inspiratiebron voor mij. Ik wil nog naar één andere foto van je, dat is Madonna. Ja? Want dat is A, een briljante foto. Maar ja, je bent ook fotograaf. Maar B, en ik smul van verhalen, er zit ook een heel goed verhaal bij. Ja, er zit wel een bijzonder Laten verhaal bij. Laten we even naartoe lopen. Hallo meneer van NS. Hallo. Ja, we staan natuurlijk midden op het stationsplein. Dit is er, met een revolver in de hand. Ja, nou ja, wij worden de laatste tijd op steeds grotere afstand gezet. We worden vaak achter in de zaal helemaal gezet. En hier ook, in de Ziggo Dome. We zijn de fotografen, bedoel je? De fotografen, ja. We mogen niet meer in die pit staan. Ze willen ons zoveel mogelijk van de artiest vandaan hebben. Waardoor we dus met van die enorme toeten staan. Waardoor het dus steeds lastiger wordt om een beeld te maken. Ja, of dat ze nog in je lens kijken, of dat je nog een beetje aandacht kan krijgen. Maar ik doe altijd, als we er achterin staan, zie ik die camera's daar staan met die rode lampjes die hun show registreren. Op die grote schermen naast het podium, zodat ik het ook kan zien. Kijk, en die artiesten die communiceren via die camera's met het publiek via die schermen. Ja. Dus ik dacht, als ik nou gewoon een rood lampje meeneem boven mijn lens houd. Een fietslampje of zo? Ja, ik heb zo'n groter soort fietslampje meegenomen, die een beetje het formaat had van zo'n ding, boven mijn lens gehouden, laten knipperen, die van mij. Die van hun zijn stil en deze knipperden. Dus ik denk dat ze een beetje in verwarring was van, hè? Dus ze stond zo met dat ding zo en ze richtte zo, ja, recht in mijn lens. Ik dacht, tak, ik had hem. Dus. En hoe vaak klik je dan? Is het meteen een rits van 20 klikjes? Nee. Ik heb er geloof ik 4 of zo gemaakt. Maar 1 was echt recht in de lens. Dus dan krijg je dus dit. Ja, dan krijg je dus dat. Dus dat is wel lekker. En iedereen die het ziet denkt van, wauw, dat is bijna in de studio. Je staat voor jou. Maar ja, ze kan me helemaal niet zien. Ze ziet alleen maar dat hele kleine rode lampje helemaal achter in de zaal. Dus, maar ja, weet je, op een gegeven moment werkt dat ook niet meer. Ik heb het ook nog een keer met Paul McCartney gedaan. Dat lukte niet meer. En, op een gegeven moment trappen ze daar natuurlijk ook niet meer in. Maar wat goed. Ja. En dit hangt hier dus gewoon voor iedereen te bezichtigen. Je hoeft er niks voor te betalen, een soort openluchtmuseum met de allermooiste livefoto's. Hele bijzondere tentoonstelling. Dus als jullie de tijd hebben en die toch, ik zou er bijna de trein voor nemen en even hier komen kijken.